Als ze hier verliezen, zijn hun kansen verkeken. Scheidsrechter fluit voor de aftrap. Twee aanvallende ploegen op het veld vandaag. Met deze kunnen we een doelpunt noteren. En het gevaar is eruit gehaald. Vol geraakt, zeg. Er staat een verdediger in de baan van het schot. Die bal is de lijn gepasseerd. Inworp dus. Rodriguez. Meer dan een doeltrap zit er niet in na deze aanval. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? De bal stuit op een verdediger. Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. Balbezit voor de andere ploeg nu. Kijken of het dat oplevert. Over de vleugel gepaast en hij vindt zijn man. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Een fluitje klinkt voor buitenspel. De keeper hoeft niet in actie te komen. Doeltrap. Torres. Slordig balverlies hoor. Dat mag je op dit niveau niet overkomen. Wat een slordige paas toch. De tegenstander kan de bal zo eenvoudig onderscheppen. Laat zich verleiden tot buitenspel. Als die aanval was doorgezet, had het gevaarlijk kunnen worden. Doeltrap. Die bal wordt onderschept. Sebastian Larsson. En in een interessante positie ten opzichte van het doel zou kunnen leiden tot gevaar. Torres. Tariq El Younoussi. Een doorgebroken tegenstander neerhalen. Ja, daar staat normaal een rode kaart op. Dat moet wel rood zijn. Hij kon kiezen tussen een doelpunt en een rode kaart. En hij kiest voor het laatste. Ik vind het wel een goede keuze, Evert. Gewoon neerhalen die speler, want anders kan je een goal tegen. Dan maar met z'n tienen verder. De keeper raakt de bal op. Alles aanwezig voor een lekkere pot voetbal vandaag. Ja, mooi veld, enthousiast publiek en hopelijk twee ploegen die willen voetballen. Nou, dat is een mooie plek voor een vrije trap. De bal ligt er prima voor. Een mooie plek om de bal er in één keer in te schieten.
Uitstekende vrije trap, maar de keeper is alert en redt. Handig ingegrepen hoor, dat had hij heel goed gezien. Die bal is voor de keeper. De keeper werkt de bal weg, maar het blijft gevaarlijk. Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Het is een inworp. Slechte inworp zeg, recht naar de tegenstander. Ja, die gaat zo in handen van de keeper. Hij heeft heel veel ruimte daar op de vleugel. Hij gooit de bal voor het doel. Ja hoor, goed gevangen. Keeper reageert prima op die voorzet. Zo, dat zal even duren voordat hij weer aan het werk moet. Sebastian Larsson. Carlsson. Dat zou wel eens tot een kans kunnen leiden. Komt hier de voorsprong. Uitstekend ingegrepen door de keeper. Ja, een beauty. Ze zijn precies waar ze niet hoopten te zijn in deze fase van de wedstrijd. Ze staan achter in de wedstrijd die hun de titel kost als ze niet gaan winnen. Ja, het ziet er niet best uit. Keeper zit er goed bij en raakt die bal ook nog aan. Maar het is net niet genoeg. Wat zal die balen? Ze zijn de bal kwijt en moeten weer in de verdedigende stellingen. Gabriel Torres. Stuit op de verdediging. Deze sliding gaat hem een gele kaart kosten, denk ik. Als ze zich niet beter beheersen, worden ze straks nog geschorst vanwege een spelerstekort. Er komen 3 minuten blessuretijd bij. Minimum of 3 minutes of added time. Prima poging. Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. De eerste helft is gespeeld. 1-0 is de stand. En maar eens kijken wat de... De scheidsrechter heeft alles in orde bevonden en we kunnen dus weer van start. Oh, knalhard schot. Tikt hem over de lat. Achter en een hoekschop, geen doeltrap. Hij kiest voor een bal in de 16 meter. De bal wordt voor het doel gebracht. De bal gaat naast.
Het is een ingooi. Campos. Klassieke buitenspelval. Oh, wat geraffineerd. Hij is hem zo voorbij. Hij had in de eerste helft toch wel meer zijn stempel mogen drukken, Juri. Een opgelegde kans. Uitstekende poging. Wat scheelt het? Uitstekend over de breedte geplaatst. Zonde van die rustige opbouw. Nu zijn ze de bal alsnog kwijt. Dat wordt een inworp. Knap verover de bal daar op het middenveld. Over de zijlijn, inworp. Aan de zijkant, ja, daar ligt de ruimte. Heel matig gespeeld. Geen medespeler in zicht daar. Een dubieuze tackle, maar voor zo'n sliding moet je toch op de bon, hoor. Dit hoort niet. Dat is geel. Die sliding was niet volgens de regels. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. De paas gaat diep en breed ook. Het gevaar wordt afgeslagen. Zo, geen risico. Weg met die bal en ver ook. Rodriguez. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Een uitgelezen mogelijkheid om te schieten. Zo, wat een redding van die doelman op die inzet van dichtbij. Wat een reflex heeft het. Schitterend om te zien. Een corner en wie gaat hem nemen? De coach zet een verse kracht in om het tempo hoog te houden en om de voorsprong veilig te stellen. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. En dat is wel heel ver weg. Ik denk niet dat die bal erin gaat. Gevaar geweken, de bal is weg. Die bal wordt onderschept. Bal is uit, ze mogen ingooien. Die paas gaat richting de vleugel. De paas naar de buitenkant wordt onderschept. Oh, buitenspel volgens de assistent scheidsrechter. En zijn baas, de scheidsrechter, fluit. Ik heb zo mijn twijfels. Hij gaat de bal zelf halen en laat zich ver terugzakken. Hij is er bijna. Dat schot scheert de lat. Ja, waarom zou je het niet proberen, hè? Van die afstand? Prima trap. Tariq El Younoussi. Die sliding lijkt me een gele kaart waard, scheidsrechter. Geel en niet opnieuw rood, gelukkig. Nee, voor hun inderdaad gelukkig, want ja, met meer dan één speler rood van het veld, dat wordt wel erg moeilijk.
De bal lijkt te ver van het doel te liggen om het ineens te proberen. De keeper hoeft niet in actie te komen. Doeltrap. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Over de zijlijn, maar de bal is nog aangeraakt. Een lange bal om het spel open te breken. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Met die sliding gaat hij niet wegkomen zonder geel, denk ik. De scheidsrechter trekt een gele kaart. Ik verwacht dat de bal voor het doel gezet gaat worden vanaf die plek. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Nog maar 10 minuten te gaan en de thuisploeg krijgt hier de kans om iets aan de stand te doen. De spanning is te snijden, Evert, op de tribunes. De reguliere speeltijd bedraagt nu nog 10 minuten. Het duurt niet lang meer, maar ze hebben nog de kans om een doelpunt te maken en te voorkomen dat de tegenstander er vandaan met de titel vandoor gaat. Ja, er is nog wat tijd om te scoren. Te snel vertrokken en dus afgefloten voor buitenspel. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Lekker geraakt. Als je de bal zo weggeeft, ja, hij schudt de verdedigers af. Tariq El Younoussi. Deze corner kan de gelijkmaker opleveren. En hierna krijgen ze waarschijnlijk geen kansen meer. De bal wordt voor het doel gebracht. De keeper redt op fenomenale wijze. Hoekschop dus. De corner wordt diep getrapt. Wat een doelpunt. De hoop op de titel is weer springleef. Ze weten dat als ze vandaag zouden verliezen het kampioenschap ver weg is. Ze hebben precies op het goede moment gepiekt. Ja, en nu maken ze nog kans. Prima doelpunt. Goed uitgespeelde kans. Goed genomen hoekschop en de afwerking is ook prima. Doelpunt. Het kan al horen als deze aanval succesvol is. Schot gelost. Daar is hij. Het late doelpunt waarmee deze wedstrijd beslist lijkt. Ja, dat denk ik ook, Evert. En het is verdiend, hè. Ze zijn al de hele wedstrijd de bovenliggende partij. Een geweldig moment voor de doelpuntenmaker en de rest van het team. Deze voorsprong geven ze vast niet meer weg. Ja, de buitenspinnen lijkt me. Knap afgemaakt trouwens. Het doelpunt valt laat in de wedstrijd. Ja, met deze voorsprong kunnen ze de wedstrijd uitspelen. Sebastian Larsson. Het zit erop voor vandaag.